Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het woord van het leven. Vandaag zullen we kijken naar Jesaja in het Oude Testament. Helemaal aan het begin van Jesaja wordt er een vers gezegd die best zwaar is. Wat was er nou aan de hand? Het volk van God komt in het beloofde land, gaat in het beloofde land leven, laat vreemde volkeren om zich, onder zich leven. Langzamerhand raken ze steeds meer de weg kwijt, en op een gegeven moment. Is het koninkrijk zelfs gedeeld in twee delen? En op dit moment dat het volk zwaar spiritueel te lijden heeft, de weg niet kent, worden de profeten gestuurd naar de volkeren om hun te zeggen de juiste weg te vinden. En dit is zo'n periode, een donkere periode, waarin de mensen de weg kwijt zijn en waarin Jesaja komt. Om ervoor te zorgen dat de mensen weer berouw kunnen tonen. En dat is eigenlijk de grote lijn van de profeten. En in die periode van zo 800 voor Christus tot 300 voor Christus, waarin de profeten komen, dat dat de grote lijn is van wat zij komen brengen: het pad van berouw. En bijna elke profetie begint vrij hard, met uiteindelijk, omdat het de tijd is nu om hard te zijn en strikt te zijn. En dan. Tegen het einde aan de profetie over de toekomst. En dan is het: als we het pad volgen, dan zullen we genade krijgen. Dan is het weer het hoopvolle. En zo begint Jesaja ook. Dus schrik niet van deze vers meteen. Want we gaan er samen naar kijken. Wat zegt Jesaja over het volk? De woorden van God. Dus wat zegt God over het volk? Een rund kent zijn bezitter, en een ezel de kribben van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. Dus een rund weet wie zijn eigenaar is. Een ezel weet de weg te vinden naar de plek waar hij eet. Maar het volk van God, dat is de weg helemaal kwijt. Dit is best een harde, stevige boodschap voor het volk van God. Hoe en waarom zijn wij de weg kwijt? Wij zijn de weg kwijt omdat het gesprek met God weg is. Wij zijn het pad kwijt doordat we Hem niet meer aankijken in het gezicht. We hebben het eerder gehad over Daniel en hoe hij Daniel zegt: ik wend mijn aangezicht tot de Heer. ik kijk God aan, ik weet zijn weg. En op een gegeven moment vergeet het volk hier de weg van God. En dat zien we meerdere keren gebeuren. Adam en Eva, om het helemaal vanaf het begin te bekijken, die leefden met God in het paradijs. God wandelde in het paradijs, was bij ze. En dan zie je Eva op een gegeven moment bij de boom staan. God had een gebod gegeven van: elk boom mag je eten, behalve deze boom. God had dat gedaan om de vrijheid van de wil te waarborgen bij de mensen. En dan zie je Eva die gaat daar staan bij die boom. Een slang vertelt haar: "Ah, wat God heeft gezegd, dat uh, klopt niet. Je zult juist het eeuwige leven en alle kennis krijgen en dat is helemaal goed." Wat doet Eva? Gaat in discussie met de slang. Wat doet Eva niet? Waarom rent ze niet naar God toe? Hij was bij hun. Waarom is ze niet in gesprek gegaan met God? Dat doet ze niet. Waarom is ze niet samen met Adam gaan bidden? Of God gaan opzoeken om met hem te praten. Hé, hey, de slang zegt dit. En jij zegt dit. Of waarom was er überhaupt niet een continu gesprek tussen Eva, Adam en God? Want dat is uiteindelijk de bedoeling, dat we in gesprek zijn met God. En dat is wat we dus zien in het verhaal van Adam en Eva. Zodra het contact met God, het gesprek met God minder wordt, is er een contact mogelijk met de slang. En zodra het contact mogelijk is met de slang, is de deur daar open voor de zonde. Een ander mooi voorbeeld is David. David is de, het voorbeeld van bidden. Die vertelt over hoe hij op de toppen van de bergen liep naar God te zoeken. En hoe God hem omringt als in de natuur wat hij ziet, de bergen en hem beschermt. En continu in gesprek met God. Totdat hij op een gegeven moment is het rijk gevestigd, stevig, stabiel. En uh, wandelde David nog steeds, maar dit keer niet in de bergen God lofprijzend, maar wandelde hij over het dak van zijn paleis. En op dat moment is er het gesprek met God niet. Is er eerst een blik, ziet hij een vrouw die zich uh, aan het wassen is in het water. Daarna komt de lust. Daarna komt de zonde zelf dat hij uh, met haar vreemd gaat, leugen, moord. En dat is allemaal wat ertoe geleid heeft, is dat het gebed het gesprek, de connectie tussen David en God weg was. Dus een tekort aan gebed leidt tot zonde. En dan heb ik een andere vraag. Wat maakt ons menselijk? Als wij goed nadenken over wat ons menselijk maakt, is dat niet de vrije wil per se. Want uh, 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 vrije wil heeft ons niet altijd tot menselijkheid geleid, maar juist tot uh, rampen en oorlogen en wereldoorlogen. Het is ook niet dat wij verlangen kunnen hebben. Maar het enige wat ons echt menselijk maakt, is dat wij als enige wezen op aarde de mogelijkheid hebben om contact te leggen met God. En uit dat contact met God, uit die bron waaruit wij ontvangen, ontvangen wij menselijkheid. Hoe verder wij van die bron afkomen, hoe meer wij onze menselijkheid verliezen. Dus het gebed. Het gesprek met God, de Bijbel openslaan en lezen, dat maakt jou menselijk. Dat maakt dat de zonde van jou afstand neemt. Dat maakt dat de duivel uiteindelijk afstand van jou neemt. Een mooie uh, uh, contemplatie, een mooie gedachte, die Sint Corillus de Grote heeft over de plek waar Jezus geboren is. Jezus is geboren en is toen in een kribbe gelegd. Wat is een kribbe? Een kribbe is de plek waar het hooi in zat, waar de dieren te eten kwamen te nemen. Dus Jezus werd, als, omdat Hij klein was, op een beetje hooi, een lakentje, en werd in een kribbe gelegd. Waarom? Omdat wij de weg totaal kwijt waren. En wij moeten, net als die dieren, weer opnieuw leren waar wij onze bron vandaan halen. Wat is onze bron? Dat is waar wij uh, ons voeden en waar wij door de voeding ons ontwikkelen en weer menselijkheid terug ontvangen. En zo kwam Jezus om ons opnieuw die weg te leren. De weg van het gebed. De weg om uit de echte bron te nemen. Dat is wat Jezus ons mee wil geven in de kerstperiode. In de kerstperiode herinneren wij ons de komst van Christus. In de kribben. Dat wij opnieuw leren wat ons voedt. Uit welke bron wij willen nemen om ons te voeden en te ontwikkelen. Dus laten wij deze vers met bedachtzaamheid en ook wel een beetje vrees voor de Heer tot ons nemen, zodat wij ook weten wat volgen wij. Volgen wij de wereld of weten wij wie onze meester is? En zo kijken wij dus vandaag naar Jesaja hoofdstuk 1, vers 3. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribben van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. Laten we samen weer tot het licht en tot inzicht komen. Tot de volgende keer.